Hoi, vandaag had ik echt een dag die niet goed ging. Slecht geslapen, alles liep fout. Ik heb geen tijd gehad om me klaar te maken. Letterlijk joggingbroek, t-shirt. Ja, alles, huis en bende, alles. Mijn haar zit voor geen meter. Wat is dit? I'm not feeling myself today. Maar weet je wat ik dus wilde doen? Mijn tassen en schoenen uitzoeken. Het zit namelijk zo, langzaamaan begin ik steeds meer tassen te krijgen. En ik dacht, op het moment dat tassen uitpuilen en eruit vallen, als ik een tas achterin zoek, dan weet ik, het is klaar, het is tijd om een tas uit te zoeken. Dus dat ga ik nu doen. Misschien maakt het me wat happier, misschien helpt het, weet je wel. Je weet wat ze zeggen, een opgeruimd huis, opgeruimd hoofd. En het is morgen Koningsdag, dus dan kan ik misschien nog wat dingetjes op straat verkopen. Dus ik hoop dat dit mij wat happier maakt. En wie weet, jou ook. Dus heb je zin om mee te doen? Doe vooral mee. Heb je zin om gewoon mee te kijken? Mag ook. Kijk mee hoe ik mijn tassenstash en een beetje mijn schoenenstash uit ga zoeken. Oké, ik weet dat het erg is als de kast niet meer echt dicht kan. Omdat er te veel spullen liggen. En als het er gewoon zo uitziet. Het is gewoon too much. Ik moet het gewoon echt uitzoeken. Schoenen, tassen, daar schoenen. Er staan wat schoenen hier. Hier zijn tassen. En ik heb hier mijn twee mooie tassen ook staan. Laat ik maar gelijk beginnen met dat ik die tas sowieso hou. Dat is mijn zakelijke mooie Dior tas. En deze twee dus. Dior en Yves Saint Laurent. Ik zie dat die achterstevoren staat. Die moet natuurlijk wel goed staan. En love deze tassen echt. Love, love, love. Het staat ook zo leuk hier. Dus die hou ik sowieso. Dan denk ik dat er maar één ding op zit. En dat is alles eruit halen. En hier uitstallen en uitzoeken. Gewoon een beetje de combari manier. Gewoon alles wat ik heb op dit gebied ga ik eruit halen. Oké, let's go. Oké, dit is de hele stash. Ik ga ook heel even naar beneden naar de berging. Want volgens mij heb ik daar nog wel wat random schoenen liggen en zo. Die haal ik ook wel gelijk hierin om uit te zoeken. Oké, ik heb deze gevonden in de berging nog. Deze twee. En dit zijn mijn everyday schoenen eigenlijk. Laten we het gaan uitzoeken. Oké, als eerst zie ik dingen die er eigenlijk niet eens tussen moeten. Zoals deze jurk. Hallo. Alles wat ergens anders heen moet, doe ik even opzij. Dan schoenen en tassen. Schoenen en tassen. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Laten we alles wat ik wil wegdoen hier neerzetten. En alles wat ik wil houden, dat gaat naar links. Dat gaat hierheen. Oké. Let's go. Hoe vaak ik wel niet twijfel over dit tasje om weg te doen. En hoe vaak ik daarna meemaak dat ik hem toch gebruik. Omdat hij toch wel heel handig is. Oh mijn god, daar is mijn bril die ik kwijt was. Yes. Oké, nee, die hou ik. Deze bril ook trouwens. Dus die gaat naar links. Ook deze hou ik. Ik doe even mijn schoenen maar even hier zo. En mijn Yeezys hou ik. Maar deze, die doe ik wel weg. Die draag ik echt nooit. Deze hou ik, die ik ooit tweedehands kocht. Ik heb het gevoel dat ik dit best wel recent heb uitgezocht. Maar, nou, die ene hak, ik weet nog steeds niet waar die andere is. Dus ik doe deze gewoon weg. Dit is een grappige. Dit zijn mijn Timberland schoenen. Die kocht ik toen wij naar IJsland gingen. Maar eerlijk gezegd, ik heb ze alleen maar naar een festival nog gedragen. Maar dit is meer een praktisch ding. Net zoiets als regelaars. Weet je, hoe vaak draag je dat nou? Maar als het nodig is, wil je ze in huis hebben. Dus deze hou ik. Deze laarzen. Ik denk dat ik die misschien weg doe. Ik weet niet. Ik mis een beetje de seksappeal in deze laarzen of zo. Ik weet niet. Dat klinkt misschien gek. Maar nou, dit zijn nou echt mooie die ik kan verkopen op Koningsdag. Ik heb ze wel gedragen, maar zien er echt nog top uit. Deze tas. Ik heb best wel veel cream tassen. Daar moet ik misschien ook wel een selectie maken, want het is gewoon te veel. Deze hou ik. Die heb ik gisteren toevallig nog naar een event bij me. Die is mooi. Deze vind ik echt super mooi. Tasje van Josh. Mooi chic ding. Houden. Creams wil ik even bij elkaar zetten. Die ga ik heel veel allemaal hier zetten. En dan ga ik zo meteen even kijken of ik ze echt allemaal moet houden. Zo. Wat heb ik allemaal? Jeetje. Het is veel. Dit zijn echt sneakers. Dit zijn zeg maar, dit zijn mijn everyday witte sneakers. En dit zijn de vorige daarvan. Die ik eigenlijk gebruik die gewoon echt volledig vies mogen worden. Dus zeg maar, stel je gaat naar de kinderboerderij of zo, dan trek ik deze aan. Dus ik wil ze houden, maar ze gaan absoluut bij deze eigenlijk. Een soort van modderachtige schoenen. Dan deze hakken. Lastig. Oh, ik weet het niet. Aan de ene kant denk ik, ik heb ze echt zo lang niet meer gedragen. Maar aan de andere kant, de keren dat ik iets had waar ze perfect voor waren, was het echt perfect dat je denkt van ja, ik ben blij dat ik deze basic
glitterhakken heb. Houden, ja, houden, houden, houden. Ja, we gaan ze houden. Deze sneakers sowieso houden, mijn Lemonades. Mijn zwarte slippers, die was ik dus kwijt. En die vond ik ineens net achterin bij de schoenen. Dus ja, houden. Mijn enige slippers die ik eigenlijk heb. Ja, mijn nieuwe zwarte pumps. Houden. En ook deze zijn nieuw. Ook die wil ik houden. Ik heb een andere vinden. Oh, volgend draadje. Zo, valt het op dat ik van roze hou? Ja, deze sowieso houden. Ik zet even de pumps bij elkaar, want die heb ik dus samen bovenin staan. Wat echt een briljant systeem is trouwens. Ik heb dus die bovenste heb ik pumps. Want zo vaak draag ik niet echt zulke pumps als ik een event heb. Maar als ik dus een pump draag, dan pak ik even mijn stoel en ga ik daarboven kijken. Dus het is veel praktischer om in oogzicht zeg maar dingen te hebben die ik echt elke dag draag. En dit soort dingen bewaar ik voor speciale gelegenheden. Ik weet niet of ik deze wil houden. Eigenlijk zijn die roze de vervangers voor deze. Ja. Deze heb ik volgens mij nog nooit of één keer... Nee, wacht, laat me eens even kijken. Ik kan het hier aan zien. Ik geloof 1 keer aan gehad. Maar dan denk ik elke keer, ik heb een witte pump nodig. Maar is dat ook echt zo? Heb ik deze nodig? Wederom echt zo'n goede basic pump. Oké, wacht, we kijken even verder. Dit is ook een nieuwe, die heb ik nog niet aangehad, maar die wil ik absoluut houden. Ja, hier, deze kan weg. Ja, die kan ik verkopen. Deze. Ik denk toch wit houden. Mijn gevoel zegt, keep it. Dan heb ik deze. Daar hoort een tasje bij, die zie ik daar liggen. Die vind ik ook wel erg leuk bij bepaalde looks. Het is weer wat anders dan dit stijltje. Qua kleur vooral. Oh, deze ga ik wegdoen. Die heb ik echt serieus 2 keer gebruikt of zo. Er zijn slippers die erbij horen. Die heb ik volgens mij al weggedaan. Zit er nog wat in? Nee, die gaan naar de verkoop. Oh ja. Deze. Nou, weet je, misschien doe ik deze wel weg. Ja, die doe ik weg. Ik heb toch al die glitter zilveren ook. Ja, deze zijn nieuw. Die hou ik. Dus zo. Deze kan weg. Want ik heb een grote stomer gekocht. Die staat in de badkamer en deze gaat weg. Even kijken, mijn roze Gucci schoentjes houden. Nog steeds een van mijn favorieten en echt de beste aankoop ooit in een outlet. €75, oh my god. Oké, deze kan dus weg. Als ik dit zo zie, dan denk ik, ik heb ook wel genoeg roze pumps. Ik hoef niet nog een paar erbij. Deze bruine, die zijn eigenlijk iets meer voor de winter. Ik merk dat ik ze toch wel regelmatig draag op het moment dat ik iets wat anders wil dan zwarte pumps, zeg maar. Dus die hou ik. Daar is de witte. Zet ik hier. Mijn nude pump. Ook al heel erg oud. Volgens mij echt bij de Primark of zo gekocht, maar altijd goed. Nude pumps zijn altijd goed. Houden. Mijn nieuwe zwarte boots wil ik houden. Die zijn zo mooi. Echt, ik zocht al zo lang perfecte zwarte boots en ik heb ze laatst gevonden en daar zijn ze. Dan even kijken. Daar heb je die bruine die hierbij hoort. Ja, dit setje vind ik wel leuk. Ja, houden. Zo, met die tas erbij even. Deze, dit is de nieuwe collectie van Josh. Het enige rottige aan deze is dat ze iets te groot zijn voor me. Maar best wel behoorlijk duidelijk te groot. Dus ik weet niet of ik ze dan... of ik ze wil houden. Ze zijn wel echt heel mooi, maar... Ik kan ze ook niet echt meer omwisselen, want ik heb ze aangehad. Naar haar event. Misschien doe ik die weg, ja. Vindt George gelukkig ook helemaal prima. Die zei zelf tegen me van, je verkoopt wel mijn spullen toch? Als je het weg doet. Ik zo, nou ja, ik weet... Ja, I don't know. Meestal gaf ik het weg. Nee, ze vond dat ik moest verkopen en zo. Dus wat dat betreft... Is dat fijn. Deze, die heb ik ook van Josh. Dat is eigenlijk een soort van de voortganger ervan. Die hoort bij een bepaalde tas. Maar die vond ik... Even kijken, waar is die? Ja, die hoort bij deze. Toch of niet? Ja. Die vond ik cute, maar ik merk dat ik ze gewoon echt nooit pak. Misschien omdat ze toch met mijn huid... Die tas wel, maar die schoentje wat minder. Misschien dat ik die ook verkoop. Ik ben gewoon wel heel realistisch nu, hè, jongens. Ik denk, ja, weet je, anders ligt het maar in mijn kast. En dan ga ik helemaal denken van, oh ja, maar wat als. Dit zijn een soort zomerslippertjes. Heel basic van Boohoo. Heb ik die nodig? Eigenlijk wel. Ja. Misschien dat ik die witte pumps ook maar... Ja, oh, dammit. Ik had gisteren een groene outfit aan. Naar een feestje. En toen dacht ik nog, witte pumps zou handig zijn.
Maar ik heb uiteindelijk witte sneakers gedaan. Maar misschien doe ik die dan nog wel een keer met dat groene pakje aan. Dus oké, daarvoor hou ik ze. Deze. Van de Shoot. Laatst overgekocht. Categorie booties. Dit is niet echt super zomers of zo, maar toch. Ja, en dan deze. Waar ik echt vet veel vragen over krijg. Deze en deze. Schoenen die Noor heeft uitgebracht. Mega leuke laarsjes. Houden. Wel irritant dat die laarzen altijd zoveel ruimte in beslag nemen. En dan heb ik ook deze. Die zijn ook super chill. Zo, houden. Goed, wat hebben we nog meer hier? Ik merk dat ik meer met de schoenen bezig ben dan met de tassen. Terwijl voor mijn gevoel ging ik tassen uitzoeken. Oh ja, deze hoort bij die creamies. Zo. Dit is een nieuwe. Oh, Josh, die vind ik ook heel erg mooi. Die wil ik houden. Zo. Dit is misschien wel grappig. Dit is... Ik heb een Santos die ik dus zelf ontworpen heb in lila. Dus zeg maar... ik zeg het verkeerd. Dit is zeg maar de roze versie. Maar ik heb natuurlijk een lila versie uitgebracht. En ik gebruik deze echt niet meer. Want ik gebruik natuurlijk altijd mijn eigen versie. Ja, ik doe deze weg. Weet je, het is... Ik ga het morgen op een dingetje voor de deur leggen. En dan zet ik alles €10 of zo, weet je wel. Die tas is normaal volgens mij meer dan 100, deze. Ach ja. Kan ik anderen er blij mee maken. Wat hebben we nog meer? Deze wil ik houden. Deze Off-White. Ja. Oh. Deze haunten mij een beetje. Want elke keer denk ik, ik ga ze echt aandoen. En dan puntje bij paaltje, dan doe ik toch weer andere schoenen aan. Dus misschien die verkopen. Als ik eens een keer een soort pumps nodig heb. Die heb ik dan niet, weet je wel. Ja, ik heb wel die booties en die. Hoi, hoi, hoi. Oké, we kijken even rustig verder. Deze roze, die overigens... Ja, best grappig staat bij roze dingetjes. Maar ik heb hem al een tijd niet meer gebruikt eigenlijk. Oh, daar valt geld uit. Ik moet sowieso even kijken wat waarin zit. Ja, die ga ik verkopen, denk ik. Die hoort eigenlijk bij die. Dit is een hoedje. Die kwijt was. Die wil ik wel even houden. Is leuk bij al die creamy dingen en zo. Dit zijn echt mijn favoriete slippertjes van de zomer. Maar die had ik dus opnieuw gekocht. Met bloemetjes erin. Die ben ik nog niet tegen. Ja, hier. Deze. Misschien is het tijd om deze los te laten en die te dragen. Of moet ik ze allebei houden? Ze zitten zo, ja, ze lijken wel een beetje op elkaar, hè? Het is een beetje hetzelfde steltje. Nou, laat ik deze weg doen. Ja, ik doe deze weg. Even kijken, wat hebben we hier? Oh, dat is mijn first class beauty tasje. Met goodies erin. Die heb ik bij de tassen gepropt, maar dat hoort hier helemaal niet. Wil je de unboxing hiervan zien? Check even mijn vlog waarin ik dit helemaal uitzoek. Die zit ik heel van de zijkant. En ik heb hier deze beachbag. Die was toen ook van de vakantie. Die wil ik wel houden. Want dit is ook echt niet alleen een hele leuke beachbag. Maar ook gewoon de herinnering aan deze vakantie. Echt te leuk. Zo. Deze heb ik laatst op ASOS gekocht. Ik weet niet waarom. Ik draag dit niet. Ik ga deze verkopen. Hetzelfde geldt trouwens voor deze jurk en pumps. Dit zijn precies dezelfde pumps als die. Alleen ik was dus net te laat met terugsturen. Dus ik kon ze niet meer retouren. En hetzelfde geldt voor dit jurkje. Dus die gooi ik even bij de verkoopstash. Dan haal ik er nog wat uit, zeg maar. Oké, mijn make-up meeneemtas. Die wil ik houden. Die zet ik even hier. Hier een tasje. Deze wil ik houden. Die is heel chill. Maar deze hoort bij die bruine tas. Niet dat ik hem zo heb gebruikt. Nou, ik moet hem even houden. En dit is dan een riem die erbij hoort. Nou, de hele set. Tasje van mijn oma uiteraard houden. Dit is van een kamerjas. Die moet ergens anders heen. Make-up tasje houden. Ook dit is van vlucht. Uitzoeken zo. Dit is Gregor's paspoorthouder. En dit is de mijne. Dan had ik hier ook nog een nieuwe van Josh. Oh, dan doen we eentje door Mila de paspoort in. Die hoort bij die blauwe tas. Waar is dit van? Het is ergens vanaf gevallen, denk ik. Kom ik nog wel tegen. Deze doe ik ook even hier. Mooie combo zo trouwens. Dan mijn pastel sneakers houden. Bruine tas gebruik ik met die bruine booties wel eens. Maar ik vind hem eigenlijk niet meer zo mooi. Als ik zo zie, denk ik. Hey, een mondkapje erbij, een bruine. Ja, misschien ga ik die ook verkopen. Ja, die verkoop ik ook. Kwastenhouder. Kan bij de make-up tasjes. Mijn blauwe... Waar is die ander nou? Ik heb één sneaker hier. Oké, gaan we weer. Weer één schoen. Misschien dat hij op de gang staat. Deze ook trouwens. Wacht, waar zijn... Oh, daar.
Ik ben echt niet aan het opletten. Deze houden, die heb ik nog niet zo vaak aangehad. Deze vind ik ook erg leuk. Geld, wat gevallen was, zo. En dan mijn nieuwste, dat is die. Deze, die hoort hierbij. Zo. Cream and wit. Gundams. Ik vind deze twee een beetje hetzelfde eigenlijk, maar... Oeh, ik neig er nou misschien deze Yeezys te verkopen. Ik merk dat ik ze echt nooit meer draag. Gewoon niet. Misschien de winterwear. Ja, ik weet het niet. Wat denken jullie? Zou iemand deze willen kopen? Deze zwarte Yeezys. Ik pak ze gewoon nooit. Maar ja, zwarte sneakers zijn wel handig om te hebben. Want het zijn de enige zwarte sneakers die ik heb. Oh, en daar zijn mijn lemonades. En ik zie hier allemaal dingetjes liggen dat ik denk, wat is dit? Wat is dit? Waar hoort dit bij? Dit hoort... Spiegeltje, dit hoort bij de make-up tas. En veter. En een boodschappentas. Oké. Nou, hebben we alles een beetje uitgezocht. Zo, ja, jeetje. Zo. Ik ga nog één keer goed kijken. Dit is nu de berg met dingen... Oh nee, wacht. Oh nee, deze twee. Dan heb ik echt zoiets van, dan moet ik ze toch allebei houden. Kijk, dan hebben we dus de battle van de creamtas. Ik heb die, maar ik heb nu ook deze erbij. Dus drie keer cream. Heb ik die alle drie nodig? Maar ja, ik draag het wel vaak, merk ik. Ik merk dat ik dan voor lichte sneakers ga en dan met zo'n creamtas erbij. En dat werkt vaak wel goed, zeker in de zomer en zo. Moeilijk. Als jullie konden kiezen, welke van deze drie zou je dan wegdoen? Ze hebben alle drie een andere vibe, hè? Dit is een soort van speels. Deze vind ik wat zakelijker, meer een aktentasachtig. En ja, dit is ook een wat grotere, bredere tas, zeg maar. Moeilijk. Misschien hou ik ze gewoon alle drie. Ik denk dat ik deze ga verkopen, maar niet op Koningsdag. Ik denk dat ik deze via een speciale site moet verkopen. En ik denk dat ik dat bij deze ook ga doen. Ik ben nu echt rigoureus bezig, hè? Ja, dan zie ik die dingen, denk ik, waarom zou ik het houden als ik het toch niet draag? Dit moet allemaal via speciale websites. Wat hebben we nog meer wat ik eventueel weg ga doen? Joh, deze doe ik ook wel weg. Hoe am I feeling? Ik ga ze niet dragen. Die gaan wel trouwens in de Koningsdag stash. Ik ben blij op zich dat ik die glitter hou. Als ik dit zo zie, denk ik, ja, het zijn de enige echt feestelijke glitterschoenen. En dan zie ik dit allemaal. En dan denk ik, oh, maar het meest blij word ik toch echt hiervan. Dan denk ik, oh, so beautiful. Maar ik denk gewoon heel goed na over dit soort tassen. Dus misschien ooit, nou, voor nu heb ik geen tas op het oog. Ik had een Dior tas gezien, maar die is toch niet meer te krijgen. Dus laat maar die droom heb ik laten gaan. Maar misschien kom ik er wel nog eentje tegen een keer. Ben ik hier blij mee? Zullen we ze allemaal afgaan? Daar liggen mijn sloffen trouwens. Ja, booties. Dit draag ik allemaal. Alles. Ja, ik denk dat we er zijn. Ja, en dit gaat op een kleedje. Oh, ik had deze nog niet uitgezocht. Dit zijn ook weer make-up tasjes. Misschien moet ik dat ook even doen. Want ja, ook niet zo... Ja, ik heb die dan. Die dingen gaan even weg. Als in, ik zoek ze even uit en dan doe ik dat weg. Dit roze tasje vind ik super leuk. En dit, ja, dit is het. In principe 1, 2, 3. Zo. Doorzichtig tasje vind ik gewoon altijd heel handig voor body dingen en zo. En dan die kwastenhouder. Ja, alright. We gaan weer alles netjes terugzetten, zodat het weer met liefde gedragen kan worden en zonder chaos. Ik vind dit nu al zo rustgevend om te zien. Dit is altijd het beste deel, dat je dingen in de kast zet en denkt, yes. Oké, wacht. Ik doe gekleurde hier. Wit hier. Lemonades. Ik merk dat ik deze vaak toch in mijn kamer heb staan of beneden, dus... Everyday shoes. Nou, ik zet ze er nu even bij, maar ik weet dat het alle kanten op kan met die schoenen. Zo, nou, doe ik deze hier. Oh, voilà, dit past echt precies. Dit zijn allemaal sneakers. Oh, I love it. Oh, wat heerlijk dit. Ik denk dat ik die slippers hier misschien onder zet. Er is echt zo'n plek voor. Precies, zo, dit eronder te schuiven. Zo, en dan heb ik mijn basic Havaianas. Zo, oké, laarzen. Ik moet eigenlijk van die laarzen insert hebben. Weet je wel, van die harde dingen, zodat ze mooi blijven. Maar en dan deze. En dan heb ik deze boots allemaal.
Maar ik neig er echt naar om die gewoon boven bij de hakken te zetten. Want dit zijn wel echt, echt hakken. Dus dit zijn zeg maar dagelijkse boots. En dit is meer voor, ja, hoge hakboot. Ontdekking, als je ze dicht doet, blijven ze ook wat mooier staan. Zo dus. Deze heb ik ook nog, maar weet je, misschien moet ik die wegdoen. Ik heb ze lang niet meer gedragen. Ik ga deze ook even verkopen. Ik heb even alle hakken hierin gegooid, zodat ik ze wat makkelijker erboven kan zetten. Want dat is wat ik nu ga doen. Ik ga eigenlijk alles hierboven zetten. En ja, voor mij werkt dit. Vroeger had ik ze echt op ooghoogte. Vond ik het ook leuk om al die glitters te zien en zo. Maar ja, het is gewoon niet praktisch, want je pakt ze toch niet heel vaak of zo. Althans, ik niet. Het is meer echt bij events en zo. Oké, dit is hoe ze nu staan. Eén voor, één achter, anders past het net niet. En daarachter heb ik andere schoenen. De boots en de gesloten hakken, zeg maar. Maar dit is op zich oké zo. Yes. Misschien moet ik ze van klein naar groot doen. Wacht. Kijk, dit vind ik echt grappig zo. Ja, leuk. Oké, dan ga ik hier de tassen doen. Alright, ook dit heb ik heel even hierin gepropt. Gewoon even als start. Ja, ik ga het even netjes erin zetten. Weet je wat ik dus nooit doe, maar wel dus zou moeten doen? Is dat ik die hengsels in de tas moet opbergen. Dat scheelt zoveel gehandels hier met dat je zeg maar iets pakt. En dat je allemaal met tassen meetrekt. Hier, dit is veel beter. Dit vind ik dan oké, dat dit er is. Dat kan je zo pakken. Maar dat lange, ja, ik kan hem zo makkelijk erin zetten. Oh, wow, ontdekking. Als ik dit, zeg maar die riempjes erin doe, dan is het zoveel netter. Kan ik ze ook veel makkelijker pakken en zo. Zo, mega tip. Kijk hoe georganiseerd dit eruit ziet. Want normaal hangen dan die riemen eroverheen en zo. Ik ga even mijn supertas hier ook even voorzetten, want ik heb toch de ruimte. Tadaa! Mijn twee mooie. En waarschijnlijk zet ik snel weer een tas hier neer die ik dan vaker gebruik en zo. Maar voor nu vind ik dit wel heel erg leuk. Moet je kijken zo. Als je zo kijkt. Kijk die hakjes. Kijk die tassen. En dan kijk je hier. En dan zie je de sneakers en de boots. Oh my god. Het is zo heerlijk dat het hierin past. Ik heb gewoon niks hoeven proppen. Forever. Oh. Make-up tassen. Ja, die gaan daarnaast. Dat ga ik nu doen. Ik doe de paspoorthoes in mijn travel case. Want dat is toch altijd dat als die meegaat, dan gaan die ook mee. Dus misschien handig. Wat ik ook heb gedaan is in dit tasje, die doorzichtige tasje, is gepropt. Waardoor het best wel compact wordt allemaal. Ja, ik zit echt te puzzelen. Maar ik heb nu deze tassen hier gezet. Ik heb daar de reistassen gezet. Misschien die daarachter. Oh, dit past denk ik wel zo. Koker erop. Deze zo. En dan hier een rij tassen. En daarachter een rij tassen. Ja, oké. Dan heb ik deze maar niet zo naar voren, maar zo. Deze gebruik ik eigenlijk niet zo vaak. Die kan op zich ook wel bij de travel dingen. Dit is zo'n hele handige handtas met vliegen en zo. Maar ja, een soort van travel hoekje heb ik daar gepropt. Nou ja, ik bedoel, ik kan nog steeds. Die kan trouwens wel hier dit zo doen. Dan heb ik die. Tada! Ik moet zeggen, heerlijk. Let op. Hij kan ook gewoon dicht. Tada! Heerlijk! En wat betreft die spullen, ik ga ze lekker verkopen. Wie weet heb ik, nou als ik tientje per stuk, haal ik er 100 euro uit. En dan kan ik weer een mooi paar kopen. Extra pretty, waar ik veel blijer mee ben. En deze dingen die ik eigenlijk bijna niet draag. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel snel weer.